Beste mensen, ik ben Tom de Vries en ik ga jullie dingen laten zien hoe ik ga koken, wat ik ga koken. Ik heb hier zo'n handig koekje over recepten voor veganisten. Veganistisch eten is dat er geen vlees aan de kas komt, geen vis, geen eieren, geen zuivelproduct en ook geen honing. Maar ik eet wel vleesvervangers. Nou, ik heb nu staat aardappel, broccoli, schotel met pinda's. Ik was vegetariër geworden omdat ik het zielig vind dat ik dieren onnodig gedood moet worden alleen maar om het vlees. En later ben ik veganist geworden omdat ik een website had gekeken over het welzijn van de koeien in de melkindustrie. Maar in het team is de partijlijsten voor de dieren. Ik hou heel erg van dieren en mijn team komt heel erg ook voor de dieren. Dus daarom is zij mijn idool. Zonder deze krul, anders kan ik vrij groot gaan huilen. Ja, echt heel emotioneel zit, omdat ik een uitpijn gedaan heb. En ik ben naar een diëtist geweest. Al aan proberen en die heeft mij tips gegeven wat voor voedingsstof ik allemaal nodig heb om een veganisme leven te leven. En ik heb natuurlijk ook aan de mensen om me heen, zoals mijn ouders, mijn begeleiders, mijn vrienden verteld waarom ik eerst vegetariër was en later ook veganist. En ten grote. En die mensen begrepen me gelijk al in het begin al. Waarom voor mij belangrijk is om veganistisch te leven is, omdat ik me dan prettig bij voel. Dan voel ik me ook thuis in deze wereld. Beste mensen, bedankt voor het kijken. En dit is het eindresultaat van mijn kookwerk. Yeah.